Hallo, mijn naam is Marieke van Asten en ik heet jullie welkom in het Breadfruit House van de Breadfruit House Dominica Foundation. Wij zijn actief op Dominica, een klein eiland in het Caribisch gebied, gelegen tussen Guadeloupe en Martinique. In de nasleep van orkaan Maria in 2017 is de stichting opgericht, omdat duidelijk werd dat er weinig tot geen psychosociale hulp is voor jonge kinderen. Terwijl dat juist heel erg nodig is, omdat hier heel veel armoede, seksueel en fysiek misbruik en ook verwaarlozing voorkomt. Onze stichting biedt jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar de mogelijkheid om op een veilige plek, het Breadfruit House, zich met behulp van creativiteit te kunnen uiten en hun gevoelens en emoties een plekje te geven. Wat mij het meeste aanspreekt is het werk met de kinderen. Het is fantastisch om te zien hoe zij genieten van even weg van alle ellende en lekker creatief te zijn met glitter, lijm en papier. En ze ook stap voor stap vooruit te zien gaan, zich veiliger voelen, beter voelen over zichzelf.